AI-gedreven professional. Wil jij je functioneringsgesprek in jouw organisatie anders invulling geven? Werkplezier vergroten en aansluiten bij wat de medewerker zelf belangrijk vindt? Blijf dan kijken. Op woensdag 19 mei om 3 uur organiseer ik een digitale thematafel over positiever personeelsbeleid. Binnen Maastricht UMC Plus hebben we ook voor heel de mens. Dat betekent dat we verder kijken dan onderzoek en behandeling alleen. Wat voor onze patiënten geldt, geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. Alleen onze gesprekstructuur leent zich niet goed om de mens achter de medewerker te ontmoeten. Toen kwam ik het gedachtegoed van positieve gezondheid tegen en merkte ik dat je het gesprek ook anders kunt invullen. Dat het erom gaat wat jij zelf belangrijk vindt. Dit idee heb ik gedeeld met een van onze HR-functionarissen en dat idee hebben we verder uitgewerkt. Toch, Shani? Ik werd getriggerd door de LinkedIn-post van Ronaldo bij het volgen van zijn training Limburg Positief Gezond en zocht contact. Zelf volg ik nu de basistraining om er meer over te weten te komen en wat het kan betekenen in mijn dagelijks leven. Ook voor onze HR-afdeling zie ik zeker kansen om positieve gezondheid in te bedden in onze organisatie en de gespreksvoering met onze medewerkers. Een medewerker in balans, die heeft meer werkplezier en daar plukt zowel de organisatie als de medewerker beide hun vruchten van. Deze thematafel is nu nog leeg, maar die kan gevuld worden met jullie. Deze thematafel is bedoeld voor HR-professionals en iedereen die het nut inziet van positiever personeelsbeleid. Hier worden ervaringen gedeeld, je kunt je eigen ervaringen delen en ook je bezorgdheden uitspreken. Want samen weet je meer dan alleen. Mocht je er meer over willen weten, dan raad ik je zeker aan om je aan te sluiten bij de HR-thematafel en zodat je meer kennis kan opdoen wat positieve gezondheid voor jou als organisatie kan betekenen. Ben je benieuwd geworden? Meld je dan aan via info@limburgpositiefgezond.nl. Ben er snel bij, want vol is vol. Hopelijk tot dan!